Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga op weg naar de groothandel om weer nieuwe bloemen te halen. Dus ik zou zeggen, kijk weer gezellig mee met een drukke gezellige week deze week. Goedemorgen, we zijn ondertussen een paar dagen verder en er staat een hele drukke dag op de planning. Er is zoveel weer besteld, echt geweldig. Maar ik begin eerst even met het bevoorraden van het tankstation. Die moeten wat plantenbakken bij hebben. Dus dat ga ik inpakken en klaarmaken en dat ga ik daarheen brengen. En daarna ga ik beginnen met inpakken van de bestellingen. De krant is heel veel besteld, die staat al online. Kijk, hij is ook echt heel leuk. Ik was er ook heel enthousiast over en jullie ook. Dus ik heb gisteravond al bloemen gehaald. Dat staat hier al klaar. Ik moet vanavond nog wel weer heen. Maar dat geeft niet. Ik ga in ieder geval nu aan de slag. Bakken staan allemaal in de auto, dus het is tijd om naar het tankstation te gaan en die te bevoorraden. En daarna gaan we beginnen met de bestellingen. Ik heb ze al wel vast even uitgezocht, zodat ik een beetje weet waar ik vandaag aan toe ben. Je kan namelijk elk pakket op datum bestellen, dus als je hem later wil ontvangen, dan kan dat ook. We hebben er ook een aantal gedaan, dus dat scheelt al een beetje, want dan kan ik wel een beetje plannen. Maar de rest gaat gewoon allemaal vandaag weg. Dus gaan we naar het tankstation. Zo, het gaat echt heel lekker. Ik heb al heel veel bestellingen klaarstaan. Maar ik ga nu eerst naar de groothandel om eventjes wat bij te halen. Want het komt in een ander tekort. De bestellingen die op datum staan, staan allemaal klaar om op de post te gaan. Haal ik nu gauw handel bij. En daarna ga ik verder door met inpakken. Zodat er zoveel mogelijk vandaag op de post gaan. Het is ondertussen avond. Al best wel laat. Het was best wel 9:30 of zo. Maar zoals je ziet ben ik nog in de werkplek aan het werk. Want ik heb net een leuke DIY video opgenomen. Deze. Ik denk dat die online staat, maar ik weet nooit precies hoe het zit met wat wanneer online komt. Dus dat zou ik gewoon even in gaten houden. Als je abonneert, krijg je natuurlijk een melding. Als je het belletje trouwens aandrukt, dat is wel belangrijk. Dan krijg je een melding als een nieuwe video online is gekomen. Maar het is echt wel echt super leuk. Een Hornets Overvloeds. Oké, eerder een Hornets Overvloeds online gehad, maar deze is ook echt super tof. Dus ja, ik heb vanmiddag heel veel pakketten weg kunnen doen. Dus dat is echt fijn. Ik ga nu afsluiten en dan weer morgen. Goedemorgen, daar zijn we weer. En we gaan weer aan het werk. Deze even aan de kant. Die ga ik straks nog een mooi plekje geven, denk ik. Of ik ga mijn moeder geven. Die vindt het ook altijd leuk. Maar ik ga inpakken. Ik heb al het een en ander voorwerk gedaan. Dus ik ga gauw verder aan de slag.
ik weer. Ik heb er al een hele ochtend op zitten. Zoals je ziet heb ik al voorwerk gedaan. Dat heb ik gisteravond gedaan. Dat heb ik vanmorgen niet gedaan. Het is nu ondertussen 10 uur. Ik ben al naar de groothandel geweest. En ik heb weer een leuke DIY ondergrond ingekocht. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Want die komt denk ik in de volgende video. Of in ieder geval snel. Dus daar zijn jullie vast nieuwsgierig naar. Ik ga het even laten zien. Kijk hoe tof. Dit frame, lantaarn. Natuurlijk heel leuk om gewoon een kaars in te doen. Maar ik wil er een mooie bol in maken. Ik zit te denken aan mooie herfstkleuren weer. En sterke materialen. Dus ja, zin om daar een DIY mee op te nemen. Echt heel tof. En ook dat je er zo doorheen kan kijken. Dus je krijgt echt diepte in het stuk. Dus daar komt binnenkort een DIY mee. Een kleine sneak peek. Ik ga nu gauw verder met inpakken, want er zijn veel pakketten. Ik heb gisteren trouwens al wel wat voorwerk gedaan. Er staan al dozen klaar waar alle materialen die niet dood kunnen gaan inzitten. Dus ja, ik heb een goed begin van. Goedemorgen, het is tijd om naar de groothandel te gaan. Ik ga zowel bloemen inkopen voor de DIY pakketten als bloemen voor het bruidswerk. Dus gauw die kant op. Het is toch mooi vroeg, mooi op tijd. Dus genoeg om uit de dag te halen. Ja, gauw die kant op. Lekker veel ingepakt vandaag. Ik ben al bezig hoor, dus ga ik zo mee verder. Maar ik kreeg net een melding dat we de 8000 abonnees hebben gehaald. Super tof, want dat vind ik echt heel leuk. Want dat is een teken dat al het werk wat ik hier doe op YouTube gewaardeerd wordt. En dat je dat leuk vindt, dat vind ik ook super leuk. Dankjewel daarvoor. Ben je een abonnee? Heb je op die abonneerknop gedrukt? Wil ik even zeggen dankjewel. Heb je dat nog niet gedaan, dan zou ik even zeggen, druk eventjes op die abonneerknop. Het kost echt niks. Maar dan blijf je wel op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En daardoor zorg jij ook voor dat ik op YouTube gewaardeerd word, door YouTube gewaardeerd word. En ja, dat helpt me beter in het algoritme. Dus dat, dan krijg ik dan een klein beetje, ja, hoe zeg je dat, waardering van YouTube voor. Dus dat is heel fijn. Dan helpen ze mij ook ja, iets meer groeien hier op het kanaal. Dus, maar, dat wou ik eigenlijk niet zeggen. Dat kwam er even bij. Zou ik wel heel leuk vinden. Maar ik wil natuurlijk wel even vieren. Omdat ik het gewoon onwijs leuk vind, heb ik een kortingscode voor 48 uur. Dus niet heel lang, want het is een goede kortingscode. Want alles op onze website is op het moment echt heel strak geprijsd. Ik heb echt goede prijzen. Helemaal voor de royale pakketten en dat soort dingen. Is het gewoon echt een hele goede prijs. Maar 48 uur lang, vanaf het moment dat de video online komt, langer is die echt niet geldig, krijg je 20% korting met de kortingscode bedankt. Om jullie te bedanken, want ik vind het gewoon echt heel tof. Echt heel leuk dat we dit hebben gehaald. Op naar 10.000 zou ik zeggen. En ja, deel vooral mijn kanaal, want dat vind ik ook heel erg leuk om nog verder te groeien. Maar ja, dat wou ik even zeggen. Echt super leuk, heel blij mee. Is het nu tijd om de pakketten weg te brengen. In de volgende vlog neem ik jullie mee weer met bruidswerk. Heel leuk, ik mag mooi bruidswerk maken. Nieuwe DIY video's ga ik opnemen, dus dan neem ik jullie de volgende keer ook mee. Ik hoop dat jullie wel een leuke vlog vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En laat even een leuke reactie achter wat je van deze video vond. En vergeet vooral de kortingscode niet te gebruiken als je graag wat wil bestellen. Trouwens, de krans is ook weer terug op voorraad. Dus mocht je die willen bestellen, hij was de vorige keer weer snel uitverkocht. Je kon hem wel op nabestelling bestellen, maar hij is nu weer terug op voorraad. Dus hij is er nu best wel weer snel. Ja, je kan hem heel snel versturen als je hem bestelt. Dus mocht je het leuk vinden, kan je die ook bestellen. En gebruik dan vooral de kortingscode. 48 uur geldig, niet langer. Want het is echt, dat is echt een hele goede code. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En je ziet mij de volgende keer weer.